In Westen hebben we echt het fantastisch mooie kinderattractiepark, attractiepark Dippidoe. En dat is een attractiepark voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Zowel een binnengedeelte hebben we als een buitengedeelte. En in de binnenhaven is ongeveer 3000 vierkante meter groot. Daar vind je klimtoestellen, vind je een grote glijbaan, een ballenbak, een dreumesbaai. Dat is mijn favoriet. Dat is echt voor de allerkleinste kindjes. We hebben er een draaimolen, we hebben er een valtoren. En buiten, als je naar buiten gaat, dan kom je op een 32.000 vierkante meter gebied. En daar zijn verschillende mechanische attracties te vinden. Botsauto's, zweefmolens, verschillende achtbanen. Echt voor de verschillende leeftijdscategorieën. Attracties zijn gemaakt zodat volwassenen erin kunnen. De binnenattracties niet. Die zijn tot een bepaalde, tenminste de draaimolen mogen de mensen wel mee in, maar de stormtoren helaas niet. Buiten hebben we eigenlijk alle attracties die toegankelijk zijn voor volwassenen op de botsauto's na. Dat zijn echt de botsauto's, zijn onze nieuwste attracties. Die is echt voor de jonge doelgroep, dus ook tot 1,40 en vanaf 90 centimeter. En daar kunnen zij lekker hun ding doen. Heel veel gepicknickt. Mensen nemen kleedjes mee, bodderkar mee en gaan lekker zitten. Dat is ook omdat het dus echt een kinderattractiepark is. Het is overzichtelijk, waardoor je je kindjes makkelijk los kan laten. Zij kunnen lekker in de attracties, terwijl je als ouder gewoon relaxed kan zitten op het terrasje, genieten van een drankje of lekker op een picknickkleedje kan genieten van een hapje. We hebben een maximaal aantal personen wat we per dag toelaten. Zij maken vooraf een reservering en op deze manier controleren hoeveel mensen wij mogen ontvangen. We hebben een hoogseizoen en een laagseizoen. En in het hoogseizoen, zeker in de zomervakantie, is het drukte. In het laagseizoen dan is alleen het binnengedeelte open en dan is het wat rustiger. Dus dat verschilt nog wel eens. En zijn er ook speciale tarieven, zodra als alleen maar binnen open is? Zeker, we hebben voor het binnengedeelte, zodra de winterperiode start, die start van november tot en met maart. En als die start, dan hebben we inderdaad andere tarieven. Dan zijn ouders zijn gratis, die mogen gratis naar binnen en betalen kinderen een lager bedrag. We'll be right back.
nu zie ik een aantal mensen hun kaartje afgeven als ze naar buiten gaan. Waarom is dat? Ja, nou, we hebben naast dat wij een attractiepark hebben, hebben we ook een strandpark, Strandpark Aqua West. En mensen die kunnen genieten van een dagje strand en een dagje attractiepark bij ons. Dat is samen één combinatieprijs in de zomervakantie. Oké, dus dan kunnen ze daarna of daarvoor even lekker nog op het strand gaan. Precies, liggen. Ja, zit bij de entree van Dippy Doe inbegrepen.